Neem jezelf nou nog wat kwalijk? Want ik heb nog niks gehoord dat je jezelf ook nog wat kwalijk neemt nu je hier gelijk speelt. Feyenoord komt in eigen huis niet langs FC Twente en speelt met 0-0 gelijk. En dus blijft die strijd om plek 2-0 heel spannend. Ja, en dan gaat het op de persconferentie na afloop vooral heel veel over die gemiste penalty van Santiago Jiménez. Hij is nog steeds het eindpunt van onze aanvallen. En hij komt nog steeds vaak genoeg in scoringspositie, zoals het eerste seizoen zelf ook. En ook toen was niet elke kans raak, maar dat is bij geen enkele elftal en bij geen enkele spits of bij geen enkele speler. En ook de eerste seizoen zelf heeft hij al een strafschop gemist, wat hij nu ook weer doet. Als je dan de penalty krijgt en die mis je, wat denk je dan als je aan de andere kant staat? Ja, het had wel fijn geweest als hij erin zou zitten. Ja. Hoe komt het dat het bij Santiago Jiménez op dit moment wat minder loopt als het gaat om het maken van goals, denk jij? Ja, ik ben gelukkig keeper, dus ik hoef niet naar de spitsen te kijken. Een loopvlamp, het buitenspel. Anders is het 0-1. En dan vind ik dat we de eerste helft prima hebben gedaan. Ja, in de tweede helft krijgen we het heel erg lastig. En nogmaals, heel weinig zelf gecreëerd. Die laatste bal nog van Nacho Unovar, die langs schiet. Ja, we hebben een keeper in de goal. Oenestal, wie vandaag gewoon super was, die een panel pakt. Maar ja, dan heb je te maken met een bal die er de ene keer misschien eerder invliegt dan de andere keer. En ja, ik kan daar niet. Dat is ook niet mijn stijl om dan te zeggen van ja, maar hij heeft een jetlag of hij heeft, ja, weet ik wat ik kan bedenken. Nee, het is gewoon, we creëren de kansen voor hem, maar schiet ze er even niet in. Jammer. Of niet jammer. Zwaar kloten. Ik ken Boadu. Hij is snel. Hij is niet vergelijkbaar met Ugalde. Ugalde geeft ons vorm aan een manier van voetballen. Met name als we door willen voetballen. Hij is sterk aan de bal. Bal vast. En Boadu is natuurlijk iemand met snelheid en de kortste weg naar de goal. Kan ook nog aan de zijkanten spelen, dus hij is veelzijdig. En komt hij zeker? Is het al zeker of niet? Nou, dat weet ik niet. Ik hoop dat Arnold zijn best doet. En neem jezelf nou nog wat kwalijk? Want ik heb nog niks gehoord dat je jezelf ook nog wat kwalijk neemt nu je hier gelijk speelt. Wat zou je willen dat ik mezelf kwalijk neem? Denk er zelf even over na. Ja, nou, ik vind, maar dat heb ik net gezegd, dat wij voor Twente thuis een prima wedstrijd gespeeld hebben. Die je normaal gezien, als je die nog 10 keer speelt, de kans heel erg groot is dat je die wint. Maar dat wat is raar niet dat niemand dat vindt dan. Want iedereen praat over dat het een mindere wedstrijd is. Dit is een van de mindere wedstrijden die we hier gespeeld hebben. Eerste helft vond ik ook niet zo goed, tweede helft vond ik prima. Maar als een tegenstander inzakt, dat heeft Volendam gedaan, of het hele veld 1-1 gaat spelen. Ja, dan worden wij wel kwetsbaar om een resultaat te halen. Ja, maar het is gewoon een ingooien. Ja, maar we hadden net al over de corner. Maar bij een ingooi kun je ook een bal verliezen. En dat deden we klaarblijkelijk. En vervolgens lag het helemaal open. Dat klopt. Ja. Ja, maar dat neem je ook jezelf niet kwalijk. Ja, oké. Okay. Yes, dat was hem. Dank allemaal. Wat, Thijs? Ik weet het niet.